De satellietfoto's zijn inmiddels helemaal bedekt met een dik pak bewolking. En uit die wolken valt af en toe wat lichte regen of motregen. Hoeveelheden zijn niet al te groot, maar vanavond gaat het vanuit het noordwesten harder regenen. Tijdens die stevige buien kan het ook flink waaien en misschien zelfs onweren. Temperaturen liggen rond 8 graden en staat veel wind, aan zee een westerstorm. Ook in de nachtelijke uren blijft het aan zee stormen. In het binnenland neemt de wind dan juist af, zodra de buien gepasseerd zijn. Temperaturen in de nacht 4 tot 6 graden. Morgen overdag hebben we totaal ander weer. Aan zee waait het af en toe nog hard, in het binnenland vrij krachtig, windkracht 5. Verder schijnt de zon flink, alleen in het noorden en oosten valt er ook een enkel buitje. Ook zaterdag in het zuiden de meeste zon en de minste wind, in het noorden nog steeds een enkele bui. Zondag is het eerst overal droog, later op de dag, misschien pas in de avond, gaat het vanuit het westen regenen. Maandag valt er weer een enkel buitje, opnieuw bij geregeld zon, dus al met al is het de komende dagen geen slecht weer, met duidelijk minder wind.